Goedemorgen, 3 uur 's nachts. Ik heb echt super last van mijn allergie, huisstofmijt. Zo'n ogen zijn een beetje dik, stem. En ik heb een paar uurtjes geslapen en ik ga nu naar Zwitserland. Naar de Mountain Festival. Dus ik voel me nu nog heel erg beroerd. Maar wel heel veel zin in. Dus ik ga nu naar Schiphol rijden. Nog uur en 10 minuutjes. En dan naar Zurich. Let's go! We zijn gearriveerd in Zurich en ik ben hier met mijn manager Elise. Is ze scherp? Hoi. Het is heel vroeg, hè, dus ligt niet aan ons. En Mitchell. Mitchell is ook heel bekend, misschien kennen jullie hem wel. En wij gaan dus naar de Mountain Festival en we zijn nu op de koffer aan het wachten, dan 2 uurtjes met de bus. En dan gaan we naar ongeveer 3200 meter hoogte en daar is het lekker warm. Guys, welkom bij MTV Cribs. Dit is mijn crib voor de komende dagen. Het is eigenlijk super hard. We hebben onderweg onze koffers waren kwijt, dat duurde 1 uur. Boom op de weg gevallen, dus we zijn mega lang stilgestaan. Het was sowieso 2 uur rijden. Ik ben nu in mijn tent, we moeten een klein beetje haasten, want we gaan nu raften. Allemaal spulletjes, zoals je hier kunt zien. Nog nieuwe schoenen. Jackie, Noordwest tas, mijn eigen spullen. Slaapmatje, 3 uitkijkgaten. Nou, dit is mijn crib. En ik ga even omkleden. Dan ga ik raften. En ik denk dat ik jullie daarnaast ga laten zien hoe tof het hier eruit ziet. Ondanks de regen. We zitten hier echt midden tussen de bergen. Heel tof. Terug van het raften, even gedoucht, want het was echt zo koud. Het water was 7 graden, heel de tijd over je hand, dus best wel koud. Op de achtergrond zie je een hele mooie berg. We zijn weer in het tentenkamp en wat we nu gaan doen is eigenlijk eten. Honger! Ik heb echt de hele nacht wakker gelegen, het is echt zo bizar koud. 25 lagen aan het slaapzak. Maar ik ben denk ik nog nooit opgestaan in een omgeving die er zo uitziet. Maar heftig, we gaan nu klimmen. Finally. Lies en ik hebben allebei een schone onderbroek meegenomen. Voor het geval dat. Want we zien hier hele steile rotswanden en we weten eigenlijk niet zo goed wat ons te wachten staat. Dus we gaan het zien. En hopelijk gaan jullie dit ook zien. Als jullie dit nooit zien, dan weet je wat er is gebeurd. Dat was hem denk ik voor vandaag. Het was een heel moeilijk stukje. Daar kon ik me er net overheen zetten. Maar toen ik eenmaal op 385 meter hoog zat, toen durfde ik echt niet meer verder. Wat er dan onder je zit, nee, het waren er nog geen 30, maar super vet. Wel een beetje spannend. Een beetje natte billetje. Half 6. We gaan voor de sunrise hike. Super vroeg.
best kort nachtje, want er was gisteren een leuk feestje aan de gang. Maar als het goed is gaan we zoiets moois zien. Daarna gaan we voor de kookworkshop. Times we got out like a lion, you and I. Our hearts had never been broken. We were so innocent, darling. We used to talk till the morning, you and I. Zoals je kunt zien zijn we weer op de weg terug naar het vliegveld. De Mountain Festival is voor ons afgelopen. Het was super vet, 3 dagen vol avontuur, outdoor activiteiten. Die hebben jullie allemaal kunnen zien. Ik was wel enthousiast geworden door de vorige trip. Nu nog enthousiaster geworden. Ik heb zelfs om 5 uur, 's nachts ben ik opgestaan om een morning hike te doen. Dat was echt super vet. Ik zou zeggen, pak gewoon zelf een keer. Neem een tentje mee, een matrasje. Ga ergens naartoe waar je outdoor activiteiten kunt doen. Misschien hier in Zwitserland. Doe het gewoon eens. Ik vond deze Intersport en North Face trip echt super tof. We zaten in Lauterbrunnen in de Alpen trouwens. En mocht je ooit een keer ergens naartoe willen, dit is echt het ideale deel van Zwitserland. In de blog die er nog aankomt, kunnen jullie nog alle details lezen. En in deze video natuurlijk ook. Dus tot de volgende. You were my September song.